Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Mijn klant rijdt net weg en ik dacht, ik ga even iets leuks met je delen als het gaat om voice dialogue, die verschillende persoonlijkheidskanten die onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid. Weet je wel, die bus waar ik het wel eens over heb. En ik doe echt voice dialogue sessies op de manier zoals het bedoeld is en zoals de grondleggers bedoeld hebben. Maar ik ga er ook heel praktisch en speels mee om in het dagelijks leven ook een beetje zelf te spelen met perspectieven en verschillende kanten. Ja, ze zeggen ook niet voor niets letterlijk dus iets van een andere kant bekijken. Nou, en ik werk veel met innerlijke controleurs en innerlijke denkers en innerlijke perfectionisten. En als we kijken naar perfectionisme is het een valkuil. In die zin is het te veel van het goede. En in de voice dialogue methodiek hebben ze het zelfs over demonische kanten. Eigenlijk is het zo dat als een kant aan jouw stuur gaat zitten, dan wordt het vaak soms te rigide, hè, vooral als je kijkt naar perfectionisme. Maar dan krijg je ook een heel eenzijdig beeld. Hè. Dus dan bekijk je, bij wijze van spreken, je leven vanuit het perspectief van een denker of een perfectionist of een controleur. En stel dat je het verlangen hebt, hè, wat mensen vaak zeggen met een primaire innerlijke perfectionist, om wat losser te zijn, vrijer, meer onbevangen, zorgelozer. Maar als een perfectionist aan je stuur zit of de denker die dan gaat overdenken, over alles gaat nadenken en soms zelfs de bikkeraar wordt, bij wijze van spreken, of de controleur die overal controle over wil hebben, dan wordt losheid, speelsheid, je vrij voelen, zorgeloos, wat ingewikkeld. Want dat is niet de afdeling van de perfectionist of de denker of de controleur. Ik noem er nu even drie, zullen we maar zeggen. En heel veel mensen hebben ook die drie kanten als primaire kanten, dus soms zelfs als een soort van teampje. En dan speelt daar vaak ook nog de innerlijke criticus een rol, want die ja, die stuurt heel erg op dat jij je gedraagt en doet en houdt en bent. Dat je doet wat je zou moeten doen conform de normen die die heeft. De leefregels waar jij je aan moet houden, waar jij aan moet voldoen. Wie jij moet zijn, hoe jij moet handelen, wat andere mensen van je moeten vinden. Nou, de beschermingsmechanismen en dergelijke die daaronder zitten, die kan ik nu wel heel erg aan uitlichten. Maar als je meer over wil weten, dan bekijk dan de gratis online workshop op mijn YouTube kanaal, nummer 88. Hij staat waarschijnlijk ook op mijn podcastkanaal, maar dan zonder beeld. Kun je er wat meer over leren. Maar waar we vaak mee gaan werken is achterhalen van, wat is nou eigenlijk de functie? Waar zorgt zo'n perfectionist voor of een controleur of een denker? En rationeel kunnen we dat best wel bedenken. Hè, we kunnen dat best beschouwend gaan analyseren waar het voor wil zorgen. Maar tijdens de voice dialogue sessies kom ik er altijd achter, ik niet, maar degene die dat samen met mij doet, dat het veel dieper gaat dan dat. En ze noemen dat in de voice dialogue ook wel dat het zorgt voor een kwetsbaarheid. Hè? Het wil iets beschermen, iets voorkomen. Het wil een kwetsbaarheid daarvoor zorgen. Ik krijg grammaticaal de zin niet helemaal lekker uit mijn mond. Maar goed, dat maakt niet uit. En vaak, ik ga zo niezen denk ik, maar we gaan gewoon even kijken wat er gebeurt. Maar het zit een beetje in mijn neus, de pollen. Maar laat ik gewoon even doorgaan. Die niezen komt niet helemaal, die blijft uit. Maar nou ja. Vaak gaan we kijken naar bijvoorbeeld een lossere kant, onbevangenheid, zorgeloosheid, onzekerheid of zelfverzekerdheid. Komt bijvoorbeeld ook heel erg veel naar voren. Meer vertrouwen hebben. Om ervoor te zorgen dat we dat perfectionisme bij wijze van spreken wat losser kunnen laten. Of controle wat losser kunnen laten. Of minder in het hoofd kunnen zitten, minder nadenken. Maar, en daar maak ik deze podcast nu ook voor, waar je ook een beetje mee kunt spelen. Wat ik zelf regelmatig doe als ik merk dat mijn perfectionist, of wat dan ook, voor kant te veel naar voren komt en bestuur over wil nemen. En daar heb ik er dus last van. Daar heb ik er geen profijt van. Nou, het gebeurde net. Stel je een setting voor. Veel klanten vinden het fijn om buiten te werken. En dat kan hier ook in alle privacy. En we gingen het voice dialogue doen waarbij heel veel stoelen komen. Omdat we het letterlijk vanuit verschillende perspectieven gaan bekijken. Ja, kanten, hoe je het wil noemen.
En er staan dus nu heel veel stoelen op het terras en op het gras. En ik heb een blaadje liggen met aantekeningen om iemand toegang te geven tot een onderdeeltje in een online programma als huiswerk en als hulpmiddel. Dat is kriskras om een blaadje geschreven. En mijn innerlijke perfectionist, en ik weet niet welke andere kanten meer, maar dat is ook niet per se belangrijk om ze te labelen. Maar ik voel een beetje verkramping net. Dat moet ik dan ook nog doen. En ik moet het even nasturen. En ik moet even dit en ik moet dan dat nog even doen. En vooral ook hoe ik het moet doen. Perfect. Dus ik voelde al de zwaarte ervan. En dat ik dacht van... Plus de neiging tot uitstellen. Want dan maak ik het zo groot. Dat ik het eigenlijk denk, ja, dat kan dus nu niet. Al die handelingen. Al die dingen. Want het moet ergens aan voldoen. Dus dan moet het maar morgen of vanavond. En dat voelde geforceerd en niet wenselijk. En wat ik dan doe, ik speel een beetje niet met een losse kant in mijn geval nu, of onbevangen kant. Nee, met een pragmatische kant. Want dat kan ook een fantastisch tegenwicht en daardoor creëert het evenwicht zijn als het gaat om perfectionisme of controle of wat dan ook, of overdenken. En toen dacht ik, ik ga even letterlijk en figuurlijk op een andere plek staan. Halve adem. En ik voel even van, stel dat ik mijn pragmatische kant zou raadplegen, zou activeren. Wat zou die doen? Wat zou die zeggen hierover? Wat zou die me adviseren? Dus je neemt letterlijk een ander perspectief in. En dat was ik aan het doen. En toen dacht ik, ik neem meteen even een podcast op. Omdat ik dat nog aan het doen was. En een beetje in die echte energie zit. Om het even zo te zeggen. Energie klinkt misschien een beetje gek. Maar een perfectionist heeft daadwerkelijk echt een andere energie. Dan een pragmatische kant. En dat zie ik ook voor mijn ogen gebeuren. Ik zie in lichaamstaal, houding, wat strakheid. En bijvoorbeeld bij losse kant. Die gaat anders zitten. Er komt meer kleur op de wangen van mensen. Dat is echt super briljant. Het is echt mega interessant wat er dan gebeurt. Maar ik voel het ook in mijn eigen houding. Die perfectionist die het goed wil doen. En eigenlijk zoiets heeft. Nou, stel het maar uit. Doe maar op een ander moment. En schrijf het netjes op een lijstje. Ja, dat voelt anders. En die pragmatische kant die is veel bewegelijker. Die is bewegelijk en die zegt, laat gewoon even die stoel allemaal staan. Pak het briefje op en sjouw even je spulletjes mee naar binnen. En wek je laptop even uit een slaaptoestand. En hoppa, verzamel de handel even. Geef even een linkje waar ze alles kan vinden klaar. Dus, slotsom. Van deze podcast, meerdere slotsommen denk ik. Als je bij jezelf merkt dat je soms ook de neiging hebt om perfectionistisch te doen. Of de controle wil hebben of dingen wil overdenken. Eén ding kan al echt een verschil maken. Namelijk door op je taal te letten. En ik betrap mezelf daar ook nog heel vaak op. Dus het is echt iets wat heel vaak makkelijk gezegd wordt. Als je zegt, ik ben een perfectionist. Of perfectionistisch te zijn. Dan koppel je het aan je identiteit. En als je zegt, ik ben een perfectionist. Of een denker. Of een controlfreak. Noemen heel veel mensen het ook wel. Dan is er voor je brein geen... moet ik het zeggen? Of laat ik het anders formuleren. Dan zal je brein geen energie steken of tijd steken in het veranderen. Want als je iets bent, kun je het niet veranderen. Dus door te gaan spelen, even een klein nuanceverschil met groot effect. In plaats van zeggen, ik ben een perfectionist. Ik heb de neiging om dingen perfectionistisch te willen doen. En bepaalde dingen. Dus je nuanceert al. Je maakt het minder absoluut. Hè? Of in bepaalde situaties heb ik de neiging of... merk ik dat mijn eerste gedrag is dat ik heel erg ga nadenken. Of probeer het meer naar gedrag en kenmerk. Nou, niet eens een kenmerk. Ik zou niet eens een kenmerk noemen. Maar gewoon een kant die dat doet. Je bent het niet. Dus dat is een tip. Als jij nou zegt, ik vind het heel erg interessant. Hoe zou dat nou bij mij zitten? Hoe zit die bus eruit? Het kan maar zo zijn dat je al best wel wat kanten identificeert aan de hand van wat ik deel in de podcast. Dat je denkt, oh ja, dat die denker die heb ik ook. En ja, die kan soms een neiging hebben om te overdenken of te gaan analyseren. Of nou ja, maar door te blijven gaan, waardoor ik geen beslissingen neem. En te veel in mijn hoofd zit en te weinig geniet en allemaal beren op de weg zie. Of dat je denkt, oh, dat controle, dat herken ik wel. Of dat perfectionisme. Dus misschien heb je al kanten in je eigen bus, zullen maar zeggen...
kunnen duiden. Maar ze zeggen ook het potentieel van jou in je leven. En dat gaat niet over presteren, kan ook. Maar gaat ook over hoe je je voelt. Ja, als je verlangt naar meer zorgeloosheid. Dat je vrijer voelt. Dat je minder angstig bent. Dus meer vertrouwen hebt. En ja, wat losser. Onbevangenheid. Je hebt volgens mij al genoemd. Als je dat verlangt. Dan is de kans groot dat die delen, het is niet statisch, hè? In sommige situaties zullen nu misschien wat meer naar voren zijn, maar dat die achter in je bus zitten. Ze zeggen ook, je potentieel zit achter in je bus. Dat zijn je verstoten en onderdrukte delen. Delen die er niet van je mogen zijn. En vaak door gebeurtenissen. En die helemaal niet groot zijn, hoeven ook geen trauma's te zijn. Het kunnen hele kleine dingen zijn. Het kan ook zijn hoe je gevormd bent, wat je voorgedaan is. Hè, of de gezinsdynamiek die ervoor zorgde dat je je zo ging gedragen. Kan je allemaal horen hoe dat zit in video 88. Maar als je denkt van ja, ik wil wat meer gebruik maken van kanten in mezelf. Die wat makkelijker dingen delen. Die wat losser zijn. Die zich wat meer bewust zijn van wat ik goed kan. Wat mijn toegevoegde waarde is. Waarmee ik verschil maak in mijn leven en het leven van andere mensen. Waar ben ik goed in? Daar heb je andere kanten voor nodig. Ook om in het hier en nu te zijn. Meer te genieten. Jezelf meer te waarderen. Als je denkt, dat lijkt me super interessant. Als je dat met mij wil doen, kan dat op verschillende manieren. Ik heb een laagdrempelige introductiecursus om je te helpen inzicht te krijgen van hoe ziet jouw persoonlijkheid eruit? En wat zijn die primaire delen, je dominante kanten? En wat zijn je verstoten, meer onderdrukte kanten? En hoe kun je die al wat meer in je leven naar voren krijgen? En waar zorgen eigenlijk die kanten die zo primair en dominant zijn, waar zorgen die eigenlijk voor? En want het is niet de bedoeling dat je ze bij de eerstvolgende bushalte eruit zet, maar dat je ze gaat gebruiken in je voordeel. En dat bedoelde ik net, het kan een last zijn, maar dan gebruik je ze ook niet in hun essentie, hun kwaliteit. Maar dan laat je ze aan het stuur zitten en dan word je focal, heb je er last van. Dat is een too much, zullen we maar zeggen. Nou, als je dat leuk vindt en zegt, nou, ik wil er niet heel veel tijd aan besteden en ook niet heel veel geld, dan is de introductiecursus echt super leuk voor je. En ik zet de link hieronder. Ik heb ook een online programma. Daarbij ga je ook dat stuk doen. Kijken, hoe zit mijn persoonlijkheid in elkaar? Maar ga je bijvoorbeeld ook heel erg met je innerlijke criticus aan het werk? Dan ga je kijken in dat programma, wat zijn eigenlijk mijn belangrijkste persoonlijke waarden? En hoe verhouden de normen waarnaar ik leef zich tot die waarden? En dan zul je meteen zien dat het de conflicten. Ja, als jij bepaalde verlangens hebt, of vrijer wil leven, maar normen hebt dat je altijd alles goed moet doen en perfect moet doen, dan zit daar een conflict. Dan wordt het wel heel lastig om volgens die waarden te leven. Ik zeg ook, dan staat je innerlijke team niet opgesteld conform jouw waarden, hoe jij zou willen leven, wat belangrijk is voor jou in je leven. Een stukje strategie, zou je kunnen zeggen. Dus de opstelling van je innerlijke team, hè, dat komt in dat online programma letterlijk en figuurlijk naar voren. Maar ook hoe je dat kunt veranderen en hoe je je innerlijke criticus als het ware opnieuw kunt opvoeden. Ik zeg heel vaak een nieuwe functiebeschrijving kunt geven, want die is meestal nogal gedateerd en voorgeschreven door normen van andere mensen. En nou, wat je aangeleerd is en school en andere mensen die invloed op jou hadden. De maatschappij klinkt altijd een beetje zo, wow, de maatschappij. Maar social media, marketing, hè, alle dingen waar je aan je denkt te moeten voldoen. Nou, er zitten nog heel veel meer leuke dingen in. Ik heb die online programma's in twee vormen. Namelijk eentje voor mannen en vrouwen. En een speciale editie voor vrouwen. Er zit alles in wat in het andere programma ook zit. Maar wat onderdeeltjes die ik heel veel heb gezien en nog steeds zie bij vrouwen. Dus dat is ook leuk, want je moet lachen vaak. Want er zit een stukje herkenning in. En schuldgevoel komt daar bijvoorbeeld heel erg naar voren. Maar ook hoe we naar onszelf kijken. En ook qua uiterlijk, waar we vinden dat we aan moeten voldoen. Nou ja, dat zijn gewoon best wel leuke, maar wel heel veel impactvolle dingen. Want leuk is niet altijd het goede woord natuurlijk. Maar nou, dat is een speciale editie voor vrouwen. En je zou natuurlijk ook een sessie bij me kunnen boeken. Als jij denkt, ik wil dat voice dialogue graag met jou doen. En als je zegt, dat is ook waarvoor ik een sessie zou willen boeken. Dan boek dan een sessie van 2 uur en zet even bij het opmerkingenveld dat je komt voor voice dialogue.
dan hou ik daar rekening mee en dan ruim ik ook voldoende tijd in om dat gewoon samen te kunnen doen. En wat ook nog leuk is, als je zegt van ja, dat lijkt me allemaal niet per se wat voor mij of niet voor nu, kan ook. En als je zegt, nou, ik lees liever wat, kijk dan even op mijn website wendyborst.nl/boekenlijst en scroll even een stukje naar beneden en dan zie je een kopje voice dialogue. En dat zijn de boeken die ik je aan kan raden. Ik heb ook gezegd wat en wanneer, want je hebt een basisboek bij wijze van spreken. Maar je hebt ook echt wel boeken die behoorlijk de diepte ingaan. En dan kun je eens kijken, misschien zit daar wel iets voor jou tussen. En natuurlijk de online workshop, die is gewoon gratis. Kun je gewoon op mijn YouTube kanaal bekijken, nummer 88. Heb je nog vragen of wil je dat ik je help even met kiezen of dat we samen iets samenstellen? Dat is namelijk ook het voordeel van online en modules. Ja, alles is bij mij modulair opgebouwd in mijn academy. Dat betekent dat ik gewoon een bepaalde les ergens naartoe kan slepen en iets voor je kan samenstellen. Eventueel in combinatie met een persoonlijke sessie. Dus in dat geval is het gewoon handig voor dat stukje maatwerk om even contact met me op te nemen. Via e-mail is handig. Bellen kan ook. En als ik nu opneem, nou ja, spreek mijn voicemail in of stuur maar even een berichtje. Oké, dat was hem. Nou, ik ga dus mijn pragmatische kant even inzetten. En het voordeel daarvan is ook, het is mooi weer. Tenminste, conform de definitie van mij van mooi weer. Mijn pragmatische kant zorgt er ook voor dat ik daar ook gewoon nog wat langer van kan genieten. Want als ik nu met mijn perfectionist naar binnen zou gaan, die zou ik trouwens uitstellen. Hè, dat even terzijde. Maar dan zit ik nog uren binnen. En nou, dat zou ik jammer vinden. Dus dat. Nou, ik hoop dat je wat aan had. Laat even weten wat je bevindingen zijn. Herken je dingen? En welke kanten herken je? Ik vind het leuk om dat te horen van je. Ik ben benieuwd. En als je mijn podcast inspirerend vindt, als het je helpt, hè, soms is het maar één zinnetje, dan laat ook even wat van je horen door een beoordeling achter te laten op Apple Podcast of Spotify. En abonneer je op mijn YouTube-kanaal. Superleuk! En als je de moeite wil nemen om er ook een stukje bij te schrijven. Eerder wilde ik het niet, maar ik dacht, what the heck, ik ga het toch doen. Ik zal één keer in de maand een reviewer uithalen en belonen met een online cursus of programma. En dan gaan we gewoon samen even kijken wat geschikt voor je is. Eerder wilde ik het niet doen, omdat ik dacht, dat is omkoping. Maar aan de andere kant denk ik, jij neemt de moeite. Ik vind het superleuk om, nou ja, om iets voor je te kunnen betekenen. Belangrijk is wel dat je me dan eventjes een printscreentje stuurt van nou, jouw review. Op Apple, Spotify of Google. Mag ook Google Review. Nou, dat was hem. Ik wens jou een hele mooie dag en tot de volgende podcast.